Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stijn. Op zondag 4 mei verzorgt de stichting Eelserlei weer voor de plaatsing van de meiboom in Eelse. De 10 meter lange boom wordt vanuit Katsup in een optocht naar de Dikke Stijn gebracht. Door de ervaring van de laatste jaren verliep de oprichting van de boom soepel en snel. Kijk maar met naar beelden hiervan. Thank you.
Ja, Henri, het regiment dat gaat zich opstellen nu om gade te slaan, ze heet dat in Oud-Nederland. Wie dadelijk natuurlijk scouting weer perfect let zien, wie ze ermee dan opgezet moet worden. De krans is hier gedragen door de welpen en we zijn de Akela's nu bezig om de goot te bevestigen. Altijd natuurlijk weer een belangrijk moment, voor de derde keer al een eerste, een driede keer. De ganse traditie gevoerd dat mee dan plaatsen het geit. Terug tot heel lang geleden, namelijk in 1800 Zwavel, wordt in Nederland al de jetste meiden geplant. En toen wordt er nog een jonkheid in Katsop die dat voor de rekening nam. En dat wordt altijd in begin mei, meestal de jetste dag van mei of de jetste zondag in mei, de meiden geplant. En dat wordt dan geplant met name omdat dan de lente begonnen is, de zomer in aantocht. En dat is een tijdje dat we natuurlijk dan vruchtbaarheid willen. Tot de planten het goed doen en tot vervuil vruchten krijgen. Niet alleen op het veld, maar natuurlijk ook aan de buim. Dus even gezocht naar het gaat, maar dat is ook weer gevonden. En in een goede regie gaat dat nu gebeuren. En om het spelen van de Saaierkapel krijgen we natuurlijk de dan tegen plant gaat werden.
veel krachten wie, dat werd natuurlijk, als ze een gat en dan in dat klein gat moest krijgen, dat is precisiewerk. Al die natuurlijk goed, als je het supportpunt. En je mag ook klappen natuurlijk, hè. Hier zo, de kleuren, gemoen je aan de kant, de typische Eelse kleuren, rood, geel en wit. Zo zag de Eelse vlag er vroeger ook goed. Ze zijn al goed boven. Ja, hij zag al. Kijk het zo. In één keer. In één keer geplaatst. Direct goed. Daar zit je. Wie een traditie ertoe leidt. Tot de ervaring kreeg. Tot de mens kreeg die dat precies goed dokteren. En dat het dan ook nog lukt. Dan wordt er gans recht getummerd. Dan vragen we nu aan Milan. Of zie met de hofdames. De bloemen bij de meiden wil ik gaan leggen. En zo officieel de lente in Eelse in te luiden. En dan mag ik best voor je klappen, heren dan. Milan. We staan hier op een zonnige zondag in Eelse en we staan hier samen met Guus Peters, ik ken vooral allemaal van Stichting Eelserlei, van Stichting De Maaskind en nog veel meer. In Eelse is nog eenmaal iedereen er vooral lid van. Maar Guus, daar hebben ze een prachtig uniform aan en vertel eens, hoe hoort dat bij je? Nou, dat uniform is het uniform van het regiment Darbarig. Regiment de kasteeljaren van Eelse, dat worden Darbarigs voor tot de Fransen komen. En dat worden aanvoerders van Oostenrijkse leger onderdelen. Veel kennen onze eigen geschiedenis niet, maar grote, wat nu België is en ook grote delen van hier, waren vroeger Oostenrijks. En die kasteeljaren van die zelfstandige dorpen, wie Eelse en Stein, worden aanvoerders in die legers. En dit uniform is dus een uniform van rond 1750 van dat regiment Darbarig. Regiment Darbarig en dan die in Eelse, wat dunstig. Maar vandaag had ik er een functie. De meiboom is ingehaald en daar wordt hier bij betrokken. Ja, nou, dat zijn weer eigenlijk dan een van de verenigingen van die daar mee doen. Het is een initiatief van Eelserlei, ja, daar ben ik ook weer van. Hè. Mm-hmm. Maar die, we hebben verschillende verenigingen in Eelse samengebracht, samen vergaderd, scouting, saaileren, Starlight, Eelserlei zelf natuurlijk en het regiment Darbarig. En hebben we gezegd, Loester, als we Eelse een dorp willen, nou, we moeten vrouw laten zitten voor een dorp zitten. Voor tot de Fransen komen in 1795, zo, hebben die alles afgeschaft wat die oude dorpscultuur was. Die had je dat niet geërd, schutterijen en samenscholingen. En daarna is dat wel op plaatsen opgericht, maar hier neem je. En veel vingen toch tot gezien de omgeving hier dat op zijn plaats is om dat weer in te voeren. En een jaar of drie geleden hebben we eigenlijk bij wijze van proef met de vinger overeen de laatste jaar de boom gezet. Ik herinner me dat nog goed toen. Regende tot het zeikde en toch wordt het vol van de lui. En toen dachten we, toch is dit hetgeen wat de lui ook wil, anders worden ze nu niet gekomen. En zodoende hebben we het volgend jaar ook weer gedaan en nu weer. En het gaat, ja, van de jaren natuurlijk ook, maar we zijn nu dit jaar vanuit Katsop gegaan. Daar vroeg de kapel van Katsop erin betrokken. We hebben bloemen laten liggen. Wat ook heel belangrijk is, dat is de zomerkoningin van de saaileer van Carnaval Mondial. Die laat van bloemen zetten in de kapel. We hebben nu ook twee kinderen laten uitzoeken. Eén van Scouting en één van Starlight. Tot die ook met bloemen zetten. Zodat die ook weer zien van Looster. We willen toch ook dat kinder ervaren tot hier in het dorp gaat te doen is. En tot ze hier ook met mogen aandoen. En dat, het schone van Eelse is inderdaad dat dat allemaal samenwerkt. Hè. Al die verenigingen die werken op zo'n manier heel goed samen.
Ja, dat is wat. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is het toch het wat altijd erin gezeten heeft. Dat is niet het nu. Hier is het toch altijd dat wil eigenlijk niet gevraagd worden, beroep op te gedaan. En is het vanzelfsprekend tot ze proberen ze dat met aan invulling te geven. Wetende dat de steeghetups hun oog kunnen rekenen. En dat is eigenlijk de kracht van Eelsen. Van ongerein aanvullend werken, samenwerken. En einde denk zich een hoofdlijnen gaat doen en samenvullen dat in. Even over de meiden. Wordt gezellig druk, hè? Veel lieder op afgekomen, gezellig muziek van de Sajerkapel wordt dat. Hoe lang is dat dan? We hebben een dan van 10 meters genoeg. Eigenlijk, oorspronkelijk, worden die ook niet groter. We kallen ook niet over meiden, want dat is lastig schrijven. Maar je zult het over meiden hebben. Het gaat vooral nu, maar het is een meiden, het is een meiboom. Het regiment, moet ik zeggen, Darberg, die, dat is niet alleen maar Eelsen erger de biezen. Nee, kijk. Dat is sowieso zet het regiment open voor iedereen. We zijn het zo dorpsgrenzen gebonden. We willen ook nadrukkelijk opereren buiten de dorpsgrenzen. En we hebben een gelijkwaardig korps is tegelijkertijd opgericht in overleg uiteraard in Tjenne. Door Frits Schoonbrood en zijn omgeving. En die hebben dan in Tjenne ook een Wastrijks legerkorps. En om nu volume te maken, voegen we dat samen. Als je een Tjenne te doen is, dan ga je het Eelsen met. Is een Eelsen te doen, ga je het Tjenne met. En zo doen de kinderen ons toch profileren. Op die manier hebben ze toch een mooi geheel. Goed, bedankt. En veel succes met al die volgende edities van de Meiboom in Eelsen. Ja, dank je wel.